zijn hier in een garage, helemaal verstopt. En we zijn gekomen bij Leo. En we zijn heel verbaasd wat we hier vinden. Hoe ben je dat nou, hoe heb je dat nou verzonnen? Ja, dit is eigenlijk gekomen van vroeger. Ik ben in een internaat grootgebracht. En daar waren we allemaal heel erg creatief. En ik vond het altijd heel erg mooi kerst. En toen ben ik dus getrouwd. En ik dacht bij mijn eigen, ik ga kerststallen bouwen. Dat vind ik leuk. Ben ik binnen begonnen met hele kleintjes. Maar die kleintjes die werden steeds groter. Ja. Ze werden op een gegeven moment zo groot. En mijn vrouw die bleef het maar goed vinden. Die bleef het maar prachtig vinden. Zoek maar eens een vrouw op die dat zo wil. Ik had 7 meter kerststal in de kamer staan. 2,5 meter hoog. Toen kwam corona, toen heb ik gezegd van ja, ik heb neuropathie, ik kan dit niet meer. Mijn oudste zoon heeft me dan ook geholpen met het zwaardere werk en zo. Ik zeg, ik doe het nog eenmaal in coronatijd en dan bouw ik hem in de garage. Dus zodoende ben ik hier een hele grote gaan bouwen. En toen dacht ik bij mijn eigen van ja, veel mensen hebben toch een rotjaar achter de rug. Ik denk, ik heb 5 jaar lang heb ik hem eigenlijk niet prijsgegeven. Alleen voor buren en zo allemaal, voor kennis hier in de omgeving. Ja. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik las thuis ook dat van Wokker Loon las ik. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik zet hem 3 avonden open. Ik denk, dan kunnen ze komen kijken. Natuurlijk met wel met de eigen verantwoordiging natuurlijk. En ik denk, ja, ik doe dat. Dat vind ik wel leuk. En de mensen die willen komen kijken, nou ja, kunnen komen kijken. Openingstijden staan erbij. En dan heb ik een goede daad ook weer gedaan. En de mensen kunnen een rondje lopen. Dus ja. niet iedereen kan zo naar binnen lopen. Nee. Het is wel een bepaalde tijd. Ja. En dan met een met niet meer als 2 man of zo, en hè? Niet meer dan 2 of 3 man, niet meer. Ja. Dus daar moeten we ons wel aan houden natuurlijk, ja, natuurlijk in deze tijd. Ja. Maar ik ben toch blij dat ik het gedaan heb. Ja, dus, dat geloof ik, ja. Ik heb er veel plezier van gehad. Ja. Ik ben er wel heel erg lang mee bezig. Want je begint natuurlijk begin augustus, begin je al met drogen van planten en bloemen. Alles, heel veel komt uit de natuur. Ik krijg ook veel van buren en alles. Oh ja. Dus uit de tuinen en de ene heeft dit nog staan, de andere heeft dat nog staan. Het mag bij mij niet kitserig zijn, een kerststal. Een kerststal moet bij mij uit de jaren 60, 70 zijn. Dus bij mij komen geen cafetaria's, geen treintjes. Kinderen vinden het natuurlijk hartstikke leuk. Ik vind het zelf ook leuk om te zien, maar past niet in mijn filosofie. Ja. Bij mij moet het gewoon klein zijn, kleine beeldjes. En zoals ik eigenlijk een kerststal nog zie. En zoals oudere mensen het ook nog heel veel zien. Ja. Dus, ja, dat klopt. Dus. Dat was dus echt allemaal, ja. Ja. En later, mijn kinderen hebben veel kerststal gemaakt van Lego. Ja, moet kijken. Dat was erg leuk. Ja, natuurlijk is dat leuk. Zelf. Ja, dat is hartstikke leuk. En dit is ook helemaal uw eigen idee. Niemand heeft bij het idee geholpen. Nee, want mijn vrouw die wil wel eens helpen. En dan pakt ze bijvoorbeeld een beeldje en dan zegt ze tegen mij, dat moet je daar neerzetten. Dan zeg ik, afblijven. Dat beeldje blijft gewoon daar staan. Dus, maar als het aan mijn vrouw had gelegen, had er een andere Maria en Jozef in gestaan. Waar staan die? Ja, die staan hier. Want ik heb hier achter staan. Oh, daar ja. Ja. Ik heb van dat gedeelte daar heb ik een stenen perk van gemaakt, zeg maar. Daar zitten heel veel stenen en rotsen, een watervalletje zit erin. Ja. En aan die kant heb ik eigenlijk een vallei gemaakt. En in het midden, zeg maar, meer het kerstgedeelte. Ja, ja. En dan onderin hier allemaal nog opstal voor schapen en weet ik veel wat allemaal. Ik heb een hele berg fantasie. Maar ik zeg er wel bij, mevrouw, en dat meen ik echt, je moet er gek voor zijn. Je moet er een beetje gek voor zijn om zoiets te doen. Want wat ik in het begin al zei, zoek maar eens een vrouw op die het überhaupt in de huiskamer wil hebben. Want ik heb de stukken door de laatste keer moeten komen om het weer op te knappen. Hè? Maar mijn vrouw vond het altijd prachtig. Ja, is ook mooi. Dus, maar je moet er wel een beetje gek voor zijn om zoiets te doen. Nou ja, het is beter als maar ja, ik vond dat ik vond dat er in Vieringsbeek te weinig gekken liepen, dus ik denk, daar wil ik ook bij horen. Ja, dat kan. Dus. Het ziet er ook, hoe krijg je het voor een idee al om dan dat niet meer in de kamer, dan maar in de garage, want daar kunnen er meer mensen van genieten. Ja, maar het kwam nou ook wel heel toevallig uit met corona, hè? Ja. Het kwam heel erg toevallig uit, want ja, dan zijn de mensen ook niet zo huiverig om te komen, hè? Want dan staan ze toch buiten, ja. Kunnen ze makkelijker afstand houden. En dan kun je ook zien, want als ik zie, u bent hier nou, maar er zijn er al echt al verschillende al geweest, hè? Ja. Maar ik laat ze ook niet allemaal stuk voor stuk komen. Want ik ben zeker een kwartier, 20 minuten bezig om alles draaiend te krijgen. Want je wil niet weten hoeveel schakelaars hierin zitten. En alles. In het begin moest ik ze allemaal iedere keer opzoeken. Had ik ze gewoon in een boekje staan. Waar ik ze precies aan zitten. En nou doe ik het wel blindelings, hoor. Ja, op een gegeven moment raak je er helemaal aan gewend, ja. Ja. Dus.
Ja, wat er allemaal achter zit, dat zien we dus gewoon niet, hè? Wil je het weten? Nou, het is best leuk om iets te laten zien. Ik kan het niet laten zien, maar ik kan het je wel vertellen. Maar het grote geheim van deze kersthal is tie-rips. Ja, dan kun je het ook wel losmaken. Er zitten pakken elkaar en met tie-rips in. En als ik dan zie, dat bovenste gedeelte, dat zijn gewoon twee ladders. De ene ladder zit tegen het plafond aan, hangt iets van het plafond, maar de andere die hangt er tegenaan. De twee grote ladders. Dan zitten er allemaal tafels onder. Dat is gewoon een ronde tafel daar. Ja. En dat is een tuin, hele grote tuintafel die wij normaal hier in de tuin hebben staan. Is dat? Nou, en dit zijn gewoon, en dit is een ladder daar, een trap. Gewoon een huistuin- en keukentrapje is dat, die daar ligt. En als ik kan je wel iets laten zien, een foefje, hoe ik bijvoorbeeld mos bijvoorbeeld laat liggen. Want je zou denken, hoe kan het nou dat mos hier blijft liggen? Kijk, dan haal ik een stukje weg. En dan zie je gewoon knijpers die eraan zitten. Een wasknijpers? Nee, gewoon knijpers van die, waar je de gamma zo koopt, die oranje knijpers. Oh ja. Kijk, die zet ik gewoon op die plank, een hele rits. En dan kun je gewoon mos erop leggen. En dan geen hond die het ziet. Ja. Dat is als zoiets. Je moet wel op het idee komen. Ja, dat is gewoon zo. Je verzint van alles en je bedenkt er iets bij. En dan komt vanzelf van, ook moet dat erbij. Ja, maar je moet wel fantasie hebben. Want als ik bezig ben, want ik ben hier heel lang mee bezig. En ik kan iedere keer maar een half uurtje. Want dan moet ik veel vermoeid zitten, maar dan kan ik er niet meer. En dan lig ik s'nachts in bed en dan zit ik te praktiseren. En dan denk ik van, dat gedeelte bevalt me niet. Mijn vrouw vindt me dan gek, maar dan breek ik het ook net zo makkelijk weer af. Want het moet mij bevallen. Ik moet het mooi vinden. En als ik er niet achter sta, kan ik het niet. Nee, maar dat is heel vaak zo, hè? Ja, ik moet erachter staan. Ja. Want anders kan ik het niet. Ik moet zelf zeggen, ik vind het prachtig. Ja. En dan hoop ik dat een ander hem ook mooi vindt. Ja, vinden ze het niet mooi, jammer dan. Ja, dat is ook zo. Je zult ook mensen hebben die zien lieve treintjes rijden. Ja, nou. Ja, dat is wel wat ieder vindt. Maar ja. Het oude van de kersthal, zoals u zegt, jaren 60. Ja. Dat is dit. Dat is dit, ja. En want ik al die oude mensen die nu al zijn geweest, die staan echt allemaal met tranen in de ogen. Die staan werkelijk te kwijlen. Die vinden dit gewoon prachtig, dit. Ja. Dat is echt een nostalgie, hè? Ja. Dit is een stukje nostalgie, ja. Ja. Nou, als het mag, kijken we nog even rond. U gaat uw gang maar. En dan hartelijk dank voor het interview. Heel graag gedaan.